winger. Echte winger. Rechts en links kan hij spelen, maar ik heb zijn doelpunten er even bij gepakt ter voorbereiding van deze match. En nog 25 minuten, halverwege de tweede helft, 2 tegen 2. Voorsprong van Gent ongedaan gemaakt, maar krijgen we een winnaar vandaag. Dan zou je verwachten dat club, gezien het overwicht aan Metier nu, naar centraal op dat middenveld, wel de overhand kan nemen in de slotfase. Schrijvers, mooie deviatie en veel ruimte aan de overzijde van de Keibus. Speelt tot bij Openda op rechts, krijgt hem terug. En dan hier, misschien wel een overtreding van de Keibus. Vraagt centraal van de Keibus, wordt nu zelf aan de kant gezet door Plastoen. Kremencik. De Bruin, die is daar. Van de Keibus. Die heeft net zoals heel veel een bio eraf. Dus De Bruin die had tot dusver, als ik het goed heb bijgehouden, alles gespeeld. 77 minuten. Bio was wel alles geweest. Eldor Shomurodov. Dat is geen makkelijke naam om uit te spreken, maar het zou wel een goede voetballer zijn. Maar wat is een realistische prijs voor Jonathan David? Dat is een andere vraag.